Tu me regardes, tu regardes en amour, tu. Gedicht die heet Twa en dat gaat over kijken, van jij kijkt naar mij en ja, over ogen en zo. Ik vind het best wel bijzonder dat mijn gedicht is uitgekozen. Het was niet, ik vond het zelf niet heel bijzonder toen ik het schreef, maar het is wel leuk dat andere mensen het ook leuk vinden. Ik vind het heel leuk dat het gedicht dat precies in die dans te zien is, ook met het kijken en zo, dat zie je heel erg terug. Wij kregen een aantal gedichten van de Heemlanden. Mm-hmm. En wij mochten er met z'n allen eentje uitkiezen en dat is deze geworden. Het sprak ons het meest aan en het sprak meteen tot de verbeelding. En uiteindelijk heeft de danslerares er een dans van gemaakt. Ja, ik vind het wel heel leuk, want ik vind het een heel mooi gedicht zoals we al zeiden en we hebben daar dan een dans bij gemaakt. Rouge. Rouge, la couleur de l'amour. Rouge, la couleur des roses. Rouge. La couleur du sang. Rouge, la couleur des fraises. Rouge, la couleur de mon cœur. Mijn gedicht heet Rouge en het gaat over de kleur rood. Mm-hmm. En het gaat over dingen die te maken hebben met de kleur rood. Ik had het niet verwacht dat mijn gedicht was uitgekozen, omdat ik het niet per se... Het was mijn minst mooiste gedicht. Mijn andere gedichten vond ik mooier. De dans die ze hebben gemaakt vind ik echt super mooi. En het past er ook gewoon heel mooi bij. Omdat het is een soort tango klassiek stuk. En mijn gedicht gaat over rood, maar de tekst heeft een beetje... te maken met liefde en passie en dat kun je wel zien in de dans eigenlijk. Het resultaat van de dans vind ik heel mooi, past goed bij het gedicht en de dansers voeren het mooi uit. Nou, de dans is sowieso een tango en dat wordt altijd wel geassocieerd met liefde en passie. Ja, precies. Vonden we wel passen bij rood. Ja. Ja. Dus in principe de hele dans, de hele sfeer van die dans. Ja, het is eigenlijk een beetje inderdaad met rood te linken en dan met liefde. Ja, het is gewoon een heel leuk project. Met scholen en alle dansscholen weer bij elkaar. En inderdaad, samenwerking met de gedichtenmakers. Ja.